Die hoor ik dit, hè? Ik doe het al. Pipietje. Hi! Merhaba! Wij zijn hier met een nieuwe video. Zoals jullie misschien al in de vorige video's konden zien, ben ik zwanger. En ondertussen ben ik al bijna 17 weken ver. Het geslacht van de baby, iets waar iedereen heel erg naar benieuwd is, die is bekend, maar wij weten het zelf nog niet. Ik wilde het nog niet weten. Dat komt eraan binnenkort. Eigenlijk is het geslacht al bekend sinds 12 weken. Dus toen ik 12 weken was, heb ik een envelop gekregen waar dat het geslacht op staat. Dus ook de andere resultaten van de niptest. Maar dat envelopje hebben we dus nog niet geopend. Dat heeft verschillende redenen. Maakt ook niet uit. Ik ben nu 17 weken ver. En dus misschien wel tijd om het envelopje te openen. We gaan binnenkort wel een soort van gender reveal doen. Maar vooraleer we dat doen, wilde ik graag deze voorspellingen video maken. De Gender Predictions heet dat ook wel. Of Old Wives Tales. Of in het Nederlands, in Holland, zeggen ze bakerpraatjes. Goed je gerelateren? Allerlei manieren om eigenlijk het geslacht van de baby te voorspellen. Ik weet niet of dit een naam heeft in België. Een Vlaams, dat weet ik niet. Zeg jongen, je leeft in Vlaanderen, hè? Gewoon geslachtsvoorspellingen. Met bommenpraatjes allemaal. Via bommenpraatjes gaan we dat weten. Hè? Ja, vroeger hadden ze natuurlijk de wetenschap van nu niet. Dus moesten ze allerlei manieren ontdekken of bedenken. Mag je niet bij een jebirkus? Ja, de app. Om te kijken of het een meisje of jongen is. Dat wisten ze nooit op voorhand. Snel tempo ingaan, een vragenlijst. Ja, het is een vragenlijst, maar soms moet je ook dingen doen. Ah. Ja, dus echt dingen uitvoeren en zo. En hoeveel punten zijn het? Het zijn 25 dingetjes. Het zijn allemaal korte vragen, ja, nee, ja. Laten we beginnen, let's go! Vraag 1. Draag je je buik laag en vooraan, dan is het een jongen. Hoog en breed, dan is het een meisje. Mijn buik is nog niet heel groot, maar die is er wel al. Hoog. Ik vind het niet zo hoog, niet te laag, denk ik, hè. Misschien moet ik even tonen. Natuurlijk wel. Zit hier. Dit is je buik. Het zit misschien iets laag, denk ik, hè. Maar misschien is dat normaal. Ja. Laag, denk ik, hè. Ik denk laag. Laag. Ja. Vooraan? Ja. Of breed? Ben ik breed geworden? Nee, ik ben niet breed geworden. Oké. Okay. Oké, dan is het een jongen. Jongen 1, meisje 0. Ja, het volgende gaat over zwangerschapssymptomen. Veel of weinig zwangerschapssymptomen. Veel is dan een meisje en weinig, dan heb je zo gezegd een jongen. Weinig. Je hebt geen trek, ja, ik moet niet overgeven. Dus... Volgende gaat over misselijkheid. Heb je last van ochtendmisselijkheid en braken? Nee. Dan is het een jongen. Oké. Wat stemmingswisselingen. Luister goed. Ben je op het ene moment boos en het andere moment zit je op de bank te huilen? Dan zou het kunnen dat je een meisje krijgt. Er wordt gezegd dat sterke emotionele stemmingswisselingen erop wijzen dat je een meisje krijgt. Geen stemmingswisselingen, dan heb je een jongen. Wat vind je van jezelf? Dat ik dat heel erg heb. Oké, streepje. Ze zeggen ook wel, als je moody bent, dan is het een meisje, want vrouwelijke hormonen. En als je mellow bent, dus chill, dan is het een jongen. Je hebt ups en downs, hè? Ja. En dat hoort erbij zeker. Ja, ik heb wel veel ups en downs. Het volgende gaat over cravings. Dus dat je trek hebt in verschillende dingen. Iedere vrouw heeft zwangerschapscravings. Zin in zoete en suikerrijke voedingsmiddelen. Dit zou suggereren dat je een klein meisje onderweg hebt. Behoefte aan hartig of zout eten, dan is het een jongen. Wat denk jij? Denk je niet dat je hartig en zout kunt? Eet ik zoet? Je eet algemeen niet zoet. Ja, ik eet eigenlijk inderdaad algemeen niet zoet. Ik ben niet zo'n zoete. Hartig, zoutig misschien meer. Ja, meer hartig. Maar dus ook niet veel voor niet veel snack. Hartig en zout. Ja, een jongen. Mijn huid. Veel zwangere vrouwen merken dat hun huid verandert tijdens de zwangerschap. Er wordt beweerd dat je een vette huid krijgt als je een meisje verwacht. En een droge huid wanneer er een jongetje in je buik groeit. Dus heb ik een vette of een droge huid, kan ik beter zeggen. Ik vind dat ik een droge huid heb, want mijn huid begint al te trekken. Jongetje, eigenlijk... nog een streepje dan. Ja. Heel in het begin was dat al. Dat ik door dat mijn handen ook zo heel droog waren. Dat die jeukt en mijn handen zijn eigenlijk nooit droog geweest. Dus dat is wel anders dan anders. Ja, droog. Acne op je gezicht of pukkeltjes op je bovenlichaam? Ja, dan is het een meisje. Nee, dan is het een jongen. Ik heb niet zo echt veel acne's.
Nee, maar in het begin heb ik wel een paar rare bukkels gehad. Dat is wel normaal, denk ik, hè? Omdat je in het begin van hormonen verandert. Ja, maar nu niet meer, hè? Ja, maar niet echt zo, wauw, er is hier een puist. Nee, echt wel niet. Dat was heel in het begin, had ik zo'n paar puntjes zo, wat ik heel raar vond. Maar ik linkte dat met maskers dragen, omdat we nu maskers moeten dragen buiten en op school doen. En ik dacht, ah ja, dat komt daardoor. Want ik hoorde van anderen ook, als je een mondmasker draagt, dat ze puisten krijgen rond het kin en hun mond. En ik dacht, ah, dat heeft daarmee te maken. Maar misschien had het daar niets mee te maken en was het door de hormonen. Dat was toen vooral, in het begin. Dat is nu weg. Dus, jongen, weer al. Dan, ring on a string. Nu moet je iets uitvoeren. Doe je trouwring of een andere ring af en bind hem aan een touwtje of een haar. Hou het touwtje met de ring boven je buik terwijl je op je rug ligt en kijk welke kant het opzwaait. Als de ring heen en weer zwaait, zoals een slinger, dan is het een jongen. Als de ring in een cirkelvormige beweging zwaait, dan is het een meisje. Dus jij moet liggen. En jij moet een stukje haar nemen van mij. En mijn ring. Je moet die heel stil houden. En dan begint hij vanzelf te bewegen. Okay. Dan moeten we zien wat hij doet. En dan kom ik direct terug. Ja, dat is mijn trouwring. Oké, ik heb hier een haar. Oh, draait. Houd die stil, hè. Dat is duidelijk, denk ik. Ik doe niks. Dus. It's a girl. Meisje krijgt een puntje. Ja, meisje krijgt een puntje. Het maakt de cirkelvormige bewegingen, dus dat wijst uit op een meisje. Droom je tijdens je zwangerschap vooral van meisjes, dan zul je bevallen van een jongen en andersom. Ik heb helaas nog niet gedroomd over mijn zwangerschap of over een baby, maar jij wel, dus we kunnen misschien jouw droom gebruiken. Wat heb jij gedroomd? Ik heb een keer een jongen gezien en een keer een meisje gezien. Dus ik heb allebei gezien. Ah, maar dat meisje was geen baby, toch? Of wel? De andere was ook geen baby. Nee! Welke van de twee leek meer op uw kind? Ik had een meisje geraakt uit een verkeersongeluk. Maar ja, dan is dat niet uw kind, want die was niet bij u. Herinner ik me niet meer hoe het was. Een jongetje, mijn eigen kind, denk ik. Dat was meer uw eigen kind, had je mij het gevoel gegeven. Misschien moeten we dat Mijn buikgevoel zegt tegenwoordig nu meer jongen. Maar daar gaat het nu niet om. Ja, ik heb in mijn droom een jongen gezien. Oké. En dat leek op mij. Dat zou betekenen dat het dan een meisje is. Een zwangerschapsglow of een zwangerschapsgloed wijst op een jongen. Als je in plaats van een frisse gloed zweterig bent en bedekt bent met acne, dan wordt voorspeld dat het om een meisje gaat. Dus wat denk jij? Heb ik een zwangerschapsglow? Of heb je zoiets van, je ziet er minder goed uit, je ziet er meer moe uit? Je hebt een glow. Ja? Ja. Oh. Dus? Een jongen. Want weet je wat ze zeggen? A girl steals your beauty and a boy makes you glow. Misschien is het de jongen die mij doet glowen. Daar gaat hij eens hem. Even of oneven. Het heet ook wel de Maya's geslachtsvoorspellingsgrafiek. Als de leeftijd van de moeder en het jaar waarin de bevruchting plaatsvond beide even of oneven zijn, dan wordt het een meisje. Zo niet, dan is het een jongen. 30 en 2020 is even, dus? Twee keer even, dan zou het een meisje zijn. Bij de echo heb je mogen luisteren naar de hartslag van je baby. Als het meer dan 140 slagen per minuut was, wordt gezegd dat je een meisje hebt. Als de BPM minder dan 140 was, dan is het een jongen. De hartslag was hoger dan 140 beats per minute, of 180 of zo, of 190. Dan zou het een meisje zijn. Heb je last van moedervlekken op je buik? Nee. Dus, voor een meisje. Ja, gewichtstoename. Elke vrouw komt aan tijdens een zwangerschap. Kom je alleen aan in je buikzone, dan verwacht je een jongen. Kom je echter overal een paar kilo's aan, hoera, dan is het een meisje. En voorlopig enkel je buik, hè? Oh, thank god. Is dat zo? Ja. Een jongetje. Ik denk dat ik wel iets zal bijgekomen zijn overal dan, maar voornamelijk aan mijn buik. Jawel. Dat denk ik niet veel. Ja. Een jongen. Linea negra. Weet je wat dat is? Nee. De donkere lijn die over je buik loopt. Dus als je zwanger wordt, krijg je hier zo een donkere lijn. Echt zo heel symmetrisch. Karpoes, ja. Heeft hij dat ook? Oké. Okay. Die lijn, bij sommige mensen stopt die aan de navel en bij sommige mensen gaat die verder dan de navel. Stopt die aan jouw navel, dan is het een meisje. Loopt de lijn door boven je navel, dan is het een jongen. Je hebt geen streep, hè? Heb je een streep? Ik heb een hele licht, hele lichte streep. Maar echt super licht. Dan moet je al heel goed kijken. En die stopt wel aan mijn navel. Streepje voor. Een meisje. Zachte handen betekenen een meisje. Droog en gebarsten een jongen. Voel maar eens. Onlangs zei je, oh, je hebt zo'n zachte handen. Dat zei je tegen mij. Ja. Dus. Meisje. Je voeten. Heb je vaak last van koude voeten, dan draag je waarschijnlijk een jongen. Als je voeten heerlijk warm zijn zoals altijd, dan krijg je een meisje. Touch me.
Je vroeg hem altijd warm voetjes. Altijd. Ja, voetjes altijd. Zoals warm. Altijd. Ja. Een meisje dan. Mijn slaaprichting. Slaap je op je rechterkant, dan is de kans groot dat de baby een meisje is. Slaap je op je linkerkant, dan is de kans groot dat de baby een jongen is. Jij slaapt altijd links, je vroeg hem. Omdat je mij niet wilt zien. Dat is niet waar. Ja. Dat heeft daar niet mee te maken. Heel raar, maar sinds dat ik zwanger ben, slaap ik echt elke keer op mijn linkerkant. Dat is gek, hè? Dus een streepje voor een jongen. Ja. Ben ik de hele dag moe en wil ik alleen maar slapen, dan krijg je een meisje. Of ben ik energiek en fit, krijg je een jongen. Wat vind je van mij? Jij slaapt niet. Sober Allah, sober. Oh. Je bent altijd. Mag ik het leren? Je bent altijd energiek. Je bent niet moe. Nee, ik ben inderdaad wel heel actief. Ja, klopt. Dan de Chinese kalender. Dit is ook een leuke. Ziet er zo uit. Je kijkt naar de maand van de conceptie en bevruchting, wanneer dat heeft plaatsgevonden. En naar de leeftijd van de moeder. En dan ga je kijken in de grafiek. En als dat uitkomt op roze, dan is het een meisje. Als dat uitkomt op blauw, dan is het een jongen. Oktober. En ik ben 22. Huh? Je vroeg hem niet meer. I wish. Oktober en 30 jaar. Dus dan gaan we zo kijken. Kijk, kijk, kijk. Dan It's a girl. Is dat echt? Een strippeke voor masker. Ja. Masker. Maar we gaan nog eens checken, hè. Oktober. Double check. Maar ik ga kijken, ik ga kijken. Ja, it's a girl. Oké, it's a girl. Oké. Meisje, het volgende gaat over haargroei of je haartextuur. Als je slap en futloos haar hebt, dan was het een meisje. Heb je een volle bos, dan is het een jongen. Wat vind je dat ik heb vergeleken met daarvoor, hè? Hetzelfde eigenlijk. Hetzelfde dus. Slap en futloos. Ja, meisje. Ja, een meisje dan. Maagzuur. Als je geen last hebt van maagzuur, dan krijg je een jongen. Heb je wel last van maagzuur, dan krijg je een meisje. Ik heb gelukkig geen last van maagzuur. Thank God. Dan voorspellingen van tante. Dat heb ik er ook bij gezet. Eigenlijk een berekening van mijn tante. Tante Nel die maakt altijd een berekening als iemand zwanger is. Tot nu toe bijna altijd correct. En volgens haar berekening, en zij is daar nogal zeker van, is het een jongen. Dus punt voor een jongen. Ik weet niet of het een naam heeft, de berekening die zij gebruikt. Ik weet niet hoe dat heet. Dat is haar manier van berekenen of het een meisje of een jongen. Het klopt heel vaak. Hoofdpijn, nummer 23. Nog 3 vragen te gaan. Uit. En er staat nu gelijk. Voor... Oh my god, niet gedaan. Oh my god. So exciting. Heb je hoofdpijn tijdens je zwangerschap, dan is het een jongen. Heb je geen hoofdpijn, dan is het een meisje. Dus? Ik heb geen hoofdpijn gehad. Gelukkig maar. Citrusfruit. Heb je zin in citrusfruit zoals pompoenen, appelsienen, ananas? Dan is het een meisje. Mm-hmm. Heb je niet per se zin in citrus? Dan is het een jongen. Je hebt niet echt zin in de citrus, hè? Nee. Het is niet dat ik snak naar... Oeh, nu staan ze echt gelijk, juffrouw June. Oh my god! Het is gelijk de voetbalfinale wedstrijd. 90ste minuut. Voetbal. Het is gelijk. En nog 1 strafschop om de winnaar te bepalen. Oh my... Wie wordt kampioen? Nu? Ja, kijk. 12 tegen 12. 12 tegen 12. De laatste. Oh my god, maar deze is wel een beetje tricky. Ik zei dat altijd. Iedereen zegt altijd, je bent al 30 jaar. Kom maar, moet je gaan maken, kindje. En ik zei altijd, ja, maar ik heb al een heel groot kind, babytje ja, thuis. Ja, mannen zijn opgegroeid, kleuters allemaal. Fysiek gewoon, wel gegroeid. Zijn we gewoon jong. Maar hier. Hier, dat klopt, een schroefje los. En het laatste. Allerlaatste finale vraag. Dat gaat bepalen of het een meisje of een jongen zou zijn. Dat is de skull theory of de schedeltheorie. Het verschil in hun schedel, de vorm van hun schedel, zou al aanwijzen of het een meisje of een jongen is. Er wordt gekeken naar de vorm van de fetale schedel. Er zit een duidelijk verschil in schedels van mannen en vrouwen. Bij meisjes is duidelijk een voorhoofd te zien. Bovenaan gaat het hoofd ineens naar achter. Bij jongens is het voorhoofd wat minder hoog en loopt het schuin naar boven. De overgang naar de bovenkant van het hoofd is geleidelijker. De schedel van een jongetje is vaak wat robuuster dan dat van een meisje. Hier hebben ze een voorbeeld. Ik zal die even laten zien. Ik zal de foto's er eventjes bij toevoegen. Dan moet je eens kijken naar de roze en de blauwe lijn. Kijk. We gaan aan de hand van dit
van onze laatste echo kijken in welke categorie de onze valt. Dus een askmevenis. Kijk eens. Wij kunnen de laatste foto's zien. Welke is de duidelijkste? Dat is duidelijk zoiets. Maar burada da böyle kız gibi sanki. Dit ook, denk ik. Maar bu böyle daha çok robuust. En ja, hier is die ook al rond. Hier kunnen we een meisje laten. Juffrouwtje. En de winnaar is... Wat is het dan? Een Itse. Itse. Girl! Yeah, confetti. Cool blue record van weer. Amai, dat was wel echt spannend tot op het laatste moment, hè? Ja. Liep de hele tijd gelijk. Maar de race is gewonnen door een meisje. Au! Status elektriciteit. Natuurlijk, het is maar voor de lol dat we dit doen. Hè? Maar het is gewoon grappig, omdat mijn hele familie, bijna iedereen denkt dat het een jongen is. Echt iedereen gewoon. En ik weet niet van waar dat zij halen. Mijn buikgevoel zegt dat ook. Uw buikgevoel, maar jij bent in het begin een meisje. Ja, naast de tijd meer jongen. Nu heb ik het gevoel dat het een jongen kan zijn. Maar dat is denk ik echt omdat ik beïnvloed ben door iedereen die zegt de hele tijd dat is een jongen, dat is een jongen. Zo, dat zien. De mensen die mij niet zo vaak zien, die zeggen allemaal ik zie u echt met een meisje. En ik denk echt dat het een meisje wordt. Maar mijn eigen familie en ook zijn familie, die zeggen allemaal dat het een jongen is. En omdat die dat zo vaak zeggen, denk ik dat ik nu ook denk van oké, het is een jongen. Maar soms twijfel ik toch heel hard. Dus eigenlijk zelf een voorgevoel heb ik nooit gehad. Ook natuurlijk super wetenschappelijk. We weten dit allemaal. Not. Volgens de Old Wives Tales is het een meisje. Maar binnen een paar dagen zullen we wel zien wat het echt is. Tjaka. Thanks dat je deze video met mij wilde maken. Babytje. Word ik niet als een accessoire teruggedumpt? Je mag terug weg. Bye. Nee, doei. Oké, thanks for watching, nietjes. Gaan! Gaan! Ik hoop dat het een gezonde baby wordt, meer niet. Ja, dat hoop ik ook. Dat is het belangrijkste. Dat was het dan, hè? Thanks for watching. Click and subscribe and turn on the notification bell for more videos. Reviews. Klik, klik. Klik, klik. Hier. Hier zo. Doei. Hallo allemaal. Ah, ben speaker gibi. Oké, Amerika Birleşik Devletleri. Tamam, eyvallah, tamam. Voor en hier. Meksikalı adama ben dedim. Biz asla böyle en één stuk door bir video çekmeyiz. Daar moeten 1000 knips in komen. Knips. Müjgan hep uğraşacak. Knips. Weet je, ik ga niet 1000 uren ondertiteling zetten. Dus nee, we gaan Nederlands spreken. Dat wordt een lange job. Turkije. Daarom, je staat ben uğraşıyor onu aan de tele. Turkije altijd nummer 1. Help. Kendi video çekmek nasıl aklıma geldi ki? Doe dat gewoon in je eentje, Müjgan. Sus. Sus, doe me frisje. Ik heb flink zitten hier. Ja. Weet je dat? Ik wil dit gewoon filmen en ervan af zijn. Ik wil fritten. Ik ben fragobaxineren. Hallo, zo boos. Ik heb flink zitten, ik krijg dan bolletjes of stickertjes. Tamam? Ja. Ik ga gewoon opnieuw beginnen. Minder met u omgaan. Meer lezen, je zo zwaar. Rik, rik, rik. Heb je vaak last van koude voeken? Nee, voeken? Ja. En wij krijgen kinderen. Ja, vroetje. Straks twee kleine duiveltjes hier. Ik en de kind. Help me. S-O-S. En jij zo. Uit de kooi. Ze gaat oeder, man. Laat ze. Ik ken het niet. Boerum voor haar kinderen. Schizofrie. It's a girl. Samen. It's a girl. It's a en dan je girl zeggen. It's a. Ik word gewoon even gepast op aan. Vriendjes die
je zou ik zien dat. Zien je maar dit die jam die. Bij zien je, bij toch zien je, hadden. Maar ik zie dat maar slim. Ik ken hem ook. Zal de video. Ja, dan kan je. Je vrouw je kom. Dan mag je vrouw je. Oké, focus.